Goedemiddag en welkom bij het derde gedeelte van mijn collegereeks over quantum. We gaan vandaag het fotoelektrisch effect bespreken. Nadat we de vorige keer hebben gezien dat licht kon worden gezien als een deeltje op grotere schaal en als een golf op een kleinere schaal, zijn we er ook achter gekomen dat er meerdere deeltjes, eigenlijk meerdere kwantumdeeltjes, dezelfde eigenschappen hebben als licht. Dus dat ze op kleine schaal als een golf te zien zijn. Vorige keer zijn we gaan rekenen met de golflengte van elektronen, met de de Broglie-golflengte. En hebben we gezien dat we de golflengte van elektronen kunnen uitrekenen. En dat we ze bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om dus voorwerpen te zien die met het zichtbare licht niet goed te zien zijn, omdat ze namelijk te klein zijn en in dezelfde orde van grootte zitten als de golflengte van licht. Vandaag gaan we het hebben over een andere eigenschap van licht, want wij hebben toch ook wel zien dat licht toch ook wel in sommige gevallen echt als een deeltje beschouwd kan worden en dat het dus echt sprake is van een bepaalde dualiteit. Nou, aan het eind van deze paragraaf moet je dus in ieder geval over het fotoelektrisch effect kunnen vertellen. Kunnen we aan de hand van atoomeigenschappen waarom dat optreedt, kunnen we de effecten benoemen van het fotoelektrisch effect, krijgen een opstelling om mee te meten aan het fotoelektrisch effect en weet je wat er wordt bedoeld met de remspanning. Allright, nou, laten we eens even gaan beginnen. En de vraag die daarbij op een gegeven moment gesteld wordt door mij in het begin is, van hoe werkt een nachtkijker nou eigenlijk? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je dus met een bepaald apparaatje, dat je dus als het ware die kleine hoeveelheid fotonen die er 's nachts zijn, want het is natuurlijk niet helemaal donker, andere dieren kunnen ook zien, hoe kun je er nou voor zorgen dat die kleine hoeveelheid fotonen die er zijn, dat die als het ware worden opgeschaald naar een beeld wat je kan zien? Vaak bij die nachtkijkers iets groenigs. Nou, dat heeft te maken met een bepaalde eigenschap van een heleboel metalen, is dat zo gauw je er licht op laat schijnen, en licht met een specifieke golflengte, dat je op een gegeven moment zult zien dat er elektronen kunnen gaan lopen. Dus wanneer je licht op een metaal laat vallen, kan het in sommige gevallen voorkomen dat een elektronenstroom gaat lopen, maar die elektronenstroom die komt maar op gang vanaf bepaalde frequenties. We wisten niet waarom. In het begin van de 20e eeuw was dit een van de grootste vraagstukken binnen de natuurkunde. Maar hoe kan het nou dat als ik rood licht erop laat vallen bijvoorbeeld, dat er geen elektronenstroom gaat plaatsvinden, maar en dat ik als ik groen licht erop laat vallen, dat dat wel die elektronenstroom plaats gaat vinden. En als ik nou op een gegeven moment een hele een soort van niet felle lamp gebruik om dat groene licht op het metaal te zenden, dan komen de elektronen er wel uit. Maar als ik een super felle rode lamp gebruik, dan gaan er alsnog niks stromen. Dus we hadden dit op een gegeven moment te maken. Dat hing niet samen met de lichtintensiteit, maar namelijk met een andere eigenschap van licht, waar we dadelijk meer over gaan weten. Maar dit is in ieder geval ook het fotoelektrisch effect. Dus dat je van licht, van fotonen, dat je elektriciteit, bewegende elektronen kunt gaan maken. Nou, Einstein kwam met de oplossing. Wat hij namelijk heeft gezegd, is dat licht op een gegeven moment, dat we er anders naar moesten gaan kijken. Dat licht kan worden beschouwd als een soort van afgebakend, gekwantificeerd. En dat betekent hier met een bepaalde specifieke grootte, dus een gekwantificeerd pakketje aan energie was. Dus dat een licht op een gegeven moment niet een soort van continu spectrum van energie had, maar dat hij een afgebakende hoeveelheid aan energie met zich meedroeg. En daar is hij uiteindelijk, heeft hij daar een formule voor, een vrij simpele formule, is dat de energie van een foton, die is afhankelijk weer van de constante van Planck, en die is afhankelijk van zijn frequentie. We kunnen deze formule ook nog ietsje anders opschrijven. We kunnen, omdat we weten dat licht een golf is, kunnen we het ook op de golfmanier opschrijven, waarbij we dus zien dat de golfsnelheid is lambda maal f, c is lambda maal f. Dus we kunnen die frequentie in die formule ook substitueren voor de factor c gedeeld door lambda, waarbij je dus op een gegeven moment ziet dat hoe hoger de frequentie van het licht is, hoe hoger de energie van het foton, en dat je daarbij ook kunt zien hoe kleiner de golflengte van licht is, ook hoe hoger het energie van het foton, wat je daarbij zult zien van het kwantumdeeltje waar we het al over gehad hebben. Nou, dit is dus uiteindelijk ook iets waar Einstein zijn Nobelprijs voor gewonnen heeft. En niet voor de relativiteitstheorie, niet voor de algemene, niet voor de speciale relativiteit, maar voor het fotoelektrisch effect heeft hij zijn Nobelprijs in de natuurkunde bij elkaar gehaald. En het was op een gegeven moment gewoon een idee. Dat hij dacht van, oké, wat nou als licht gewoon een bepaalde hoeveelheid energie met zich meedroeg en de energie van rood licht nou niet genoeg was om als het ware zo'n elektron van een metaal uit zijn rooster te wippen. Want dat is een beetje wat erbij gaat gebeuren. Wat we kunnen daarbij zien is dat zo'n elektron, dat die als het ware eigenlijk gevangen zit in wat wij een energieput noemen. Dat die dus als het ware een soort van wordt tegengehouden om weg te gaan van het elektron, omdat die met een bepaalde energie eraan, van het atoom, omdat die met een bepaalde energie eraan verbonden is.
Als je daar dus licht op schijnt met een lage hoeveelheid energie, zal die hoeveelheid toegevoegde energie niet groot genoeg zijn om als het ware die elektron uit zijn schil te wippen. Pas bij een bepaalde soort van golflengte, bij een bepaalde hoeveelheid energie, bij een bepaalde kwantum, bij een bepaald pakketje energie wat je daarin kon brengen, zou dus de hoeveelheid energie die het elektron krijgt genoeg zijn om te ontsnappen uit het metaalrooster waar het normaal gesproken relatief vrij in kan bewegen. Wanneer je dus op een gegeven moment een golflengte hebt die kleiner wordt dan soort van je minimale golflengte, nou, dan zul je dus zien dat die overgebleven energie door een elektron gebruikt kan worden om te gaan moven, om te gaan bewegen. Wat je daarbij ziet is de energie die dus nodig is om uit dat atoomrooster te wippen, noemen wij de uittreedenergie. Dus de energie met waar het zo'n rooster elektron vasthoudt, is wat we die uittreedenergie noemen. En dat is een bepaalde materiaaleigenschap. Dus deze uittreedenergie kun je ook in de binas vinden. Die is voor elk soort metaal is die anders. En voor elk soort metaal kun je die dus ook opzoeken. Nou, even terug naar die nachtkijker aan het begin. Hoe werkt die nou? Nou, je zult dus zien dat fotonen die vanuit de nacht, dat zijn er minder dan normaal, maar ze zijn er wel nog steeds, dat ze dus op een metalen plaatje vallen. Vanuit dat metalen plaatje zal er stroom gaan lopen. Dat stroompje dat wordt als het ware geamplificeerd, dat wordt sterker gemaakt. En dat wordt daarna weer omgezet in een beeld wat wij kunnen zien. Nou, op een gegeven moment als je daar een beetje naar gaat kijken naar die energiebalans. En ik had net al aangegeven, wat zijn er voor bijvoorbeeld bij het groene licht, heeft het elektron precies genoeg energie, dat hij er net niet uitkomt als het ware. Dus je moet een klein beetje meer energie gaan toevoegen, dat hij echt uit die put kan ontsnappen. En die overgebleven energie, die werd gebruikt om het elektron te laten bewegen. Dus hoe we dit ook aan kunnen geven, is dat de energie van het foton, die H maal F die we al gezien hebben, dat die gebruikt wordt voor deze uittreedenergie, in het Engels de work function genoemd. En de hoeveelheid energie die overblijft, die wordt omgezet in de kinetische energie van het ontsnapte elektron. Dus wat we hierbij krijgen, dus er zal energie invallen, de stralingsenergie in de vorm van licht, zo'n pakketje energie, wordt omgezet om te ontsnappen en het overgebleven zal gebruikt worden voor kinetische energie. Dus als je op een gegeven moment ook straling gaat toevoegen met een hogere frequentie en dus een hogere hoeveelheid energie, zal dat alleen maar betekenen dat die een hogere kinetische energie meegeeft aan het elektron zo gauw dat ontsnapt. Nou, hoe kun je dat op een gegeven moment nou meten? Wat er nou bij wordt gedaan, je hebt sowieso dus een lamp nodig, je hebt een paar stukken metaal nodig. En wat mensen nou ook gedaan hebben, is ze hebben dat bepaalde stukjes metaal hebben ze toegevoegd aan een spanningsbron. En in die spanningsbron die wordt dus aan de kathode en de anode, de kathode is de negatieve kant en de anode is de positieve kant, wordt die verbonden om hier binnenin een elektrisch veld op te laten stellen. Ik zal daar nog even uitleggen waarom. Maar dan wordt dus met een lamp wordt het beschenen. En zo gauw dus de frequentie hoog genoeg is, of zo gauw de golflengte laag genoeg is, dus maar net kijken vanuit welke manier je het bekijkt, zul je dus zien dat elektronen zich kunnen vrijmaken. En hoe meer energie je meegeeft aan die elektronen, dus met andere woorden, hoe hoger de frequentie of hoe lager de golflengte, hoe sneller die dingen zullen gaan. Dus die elektronen die kunnen door het licht worden losgemaakt en die reizen dan aan de andere kant toe. Maar zo gauw je op een gegeven moment geen elektrisch veld hebt, zul je zien dat die elektronen eigenlijk kriskras aan alle kanten dat ze er naartoe gaan. Dus bij een spanningsveld van 0 volt, zul je zien dat de elektronen allemaal een beetje naar een random kant op gaan. En dat dus niet alle losgemaakte elektronen aan de andere kant bij de anode terechtkomen. Ik kan dat doen door hem op een gegeven moment een positief elektrisch veld aan te sluiten. Wat dus op een gegeven moment die elektronen dus dusdanig laat bewegen dat ze als het ware door het elektrisch veld gepusht worden naar de naar de pluskant. En je zult op een gegeven moment dan zien dat alle elektronen die worden losgemaakt, dat die ook bij de andere kant terechtkomen. Het correspondeert dus ook dan met een maximale stroomsterkte die behaald kan worden. Nou, je kunt hem ook andersom erin stellen. In plaats van de plus hier aan deze kant, hebben ze de plus aan de andere kant dan neergezet. Niet helemaal goed weergegeven, maar toch. Wat ze daarbij dus gedaan hebben, is dan draaien ze het elektrisch veld om. En wat je daarbij kunt zien, is dat je op een gegeven moment al iets kunt zien over de hoeveelheid kinetische energie die die elektronen hebben. Zo ga je op een gegeven moment de spanning van het elektrisch veld, zo ga je de benodigde spanning en dus de benodigde grootte van het elektrisch veld weet, waarbij er dus geen enkel elektron de andere kant bereikt, weet jij iets over de hoeveelheid kinetische energie die die elektronen hebben zo gauw ze ontsnappen. Want die kinetische energie, die zal dus op een gegeven moment zoals het ware direct allemaal afgeremd worden, afgeremd. En zo gauw er dus helemaal niks meer, zo gauw er 0 elektronen maar aan de andere kant toe komen, dan weet je dus dat je dat elektrische energie, dat die de benodigde hoeveelheid elektrische energie, dat die precies gelijk is aan de kinetische energie tijdens ontsnappen.
Nou, je ziet op een gegeven moment ook dat deze grafiek, die plat als het ware, plat die een beetje af. Die zal niet alleen maar blijven stijgen, want er zit op een gegeven moment gewoon maar een maximum aan het aantal elektronen wat uit zo'n rooster gewipt kan worden. Dat blijft niet onbeperkt. Op een gegeven moment zit je aan een bepaalde balans. Want alle elektronen die losgemaakt kunnen worden door het licht, die worden er ook uitgehaald. En dat heeft dan ook een beetje te maken met dus dat er eigenlijk alleen een soort van de bovenkant van het metaal geraakt kan worden door het invallende licht. Maar dus de spanning die nodig is om de kinetische energie van de elektronen te cancelen, dat noemen wij de remspanning. En daar hebben wij ook een formule voor om daarmee aan de slag te gaan. Ik wil je eerst even laten kijken naar dit. Wat we al gezien hebben is dat dus de energie van het foton bij binnenkomst, min de energie die het kost om eruit te treden, dat was de kinetische energie van het elektron. Om dan nu te gaan kijken van oké, wat is nou de benodigde remspanning die ik erop moet zetten, waarbij ik de tussen de kathode en de anode moet aansluiten, om al die kinetische energie van zo'n elektron omgezet te laten worden in elektrische energie, dat is wat er hier in het tweede ding gebeurt, dat die volledige kinetische energie van het elektron wordt omgezet in elektrische energie, dan kan ik hem invullen met wat ik aan het doen ben. De energie van het foton is H maal F, die phi die werd gebruikt voor de uittreedenergie, en elektrische energie, check je binas, is Q maal U. In dit geval is de Q staat voor de lading. In dit geval is het de lading van een elektron, wat dus een kleine e zal zijn. En die benodigde spanning noemen wij dan de V0. Die in het Engelse stopping potential, of in het Nederlands de remspanning, of in het Duits de bremspannung, wat ik een heel leuk woord vind. En dit is dus op een gegeven moment, kun je daar ook een klein beetje aan vertellen, kun je aangeven, nou, hoe groot is nou die kinetische energie bij ontsnappen. Die remspanning is dus is geen constante, laten we dat even duidelijk zijn. Die phi, dat is een constante waarde. En omdat dus die f, die frequentie van het invallende licht, als die verandert, zal dus de de remspanning ook hoger worden. Dus op een gegeven moment dus je gaat zien dat je meer energie dat je in het elektron stopt door gebruik te maken van een hoger energie foton, zul je dus zien dat die kinetische energie van het elektron hoger wordt en er dus een hogere remspanning nodig is om die kinetische energie te laten stoppen. Dus die remspanning is dus een beetje afhankelijk van de grootte van de energie van het foton. Nou, we hebben dus gezien dat zo gauw dat licht met een bepaalde frequentie schijnt op een metalen plaatje, dat er elektronen los kunnen komen. Dit begint pas vanaf een bepaalde frequentie, omdat onder die frequentie licht niet genoeg energie heeft om de elektronen uit het rooster te wippen. En dit is wat wij het foto-elektrisch effect noemen. Tot de volgende keer.